Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel, van Genesis 1 tot Openbaring 22. We verdiepen ons momenteel in het boek van de kronieken. Daar lazen we de vorige keer over een gesprek tussen David en zijn zoon Salomo. De Bijbel is vrij open in de weergave van gedachten en overleg over belangrijke onderwerpen. Wat in onze tijd vaak achter gesloten deuren gebeurt, staat in de Bijbel gewoon beschreven. David heeft het met Salomo over de tempelbouw. Hij had dat graag zelf willen doen, maar als God zegt dat het de opdracht is. Van Salomo is, dan schikt David zich daarin. Hij is niet zo teleurgesteld of boos dat hij het bijltje erbij neergooit, maar hij doet er alles aan om Salomo op weg te helpen. David is ook een biddende vader en zegt dat ook tegen zijn zoon: Ik bid dat de Heer er met je is en dat jij zult doen wat hij je heeft opgedragen. David bidt dat Salomo Gods opdracht zal vervullen, en daar gaat het ten diepste om. Niet dat we als mens zelf van alles bereiken, maar dat we de taak die God ons heeft toebedeeld zo goed mogelijk zullen uitvoeren. En dat mogen we ook voor elkaar bidden. Daarin mogen we jonge mensen aanmoedigen om hun taak voor de Heren te doen, net zoals David dat bij Salomo doet. Hij helpt hem met praktische voorbereidingen, hij bidt voor hem en hij moedigt hem ook aan met woorden. Wees sterk en moedig, onbevreesd en enthousiast. En houd het woord van God steeds vast. Dat zal voorspoed geven. Vervolgens roept David ook de leiders van Israël op om de heren met hart en ziel te zoeken en mee te werken aan de tempelbouw. Inmiddels is David oud geworden en staat op het punt zijn koningschap over te dragen aan Salomo. Maar voor het zover is, laat hij nog de levieten, die ouder dan dertig jaar zijn, tellen. Het zijn 38.000 mannen. Ze worden ingedeeld in verschillende functies, zoals het toezicht houden op het werk aan de tempel, ambtenaren, rechters, tempelwachters en muzici. De muziek speelt een belangrijke rol in de eredienst die David heeft ingesteld. En daar lezen we straks ook over over de verschillende groepen mensen die een taak krijgen bij de tempel. In de vorige uitzending hebben we in 1 Kronieken 23 gelezen dat de levieten er ook verantwoordelijk voor zijn elke ochtend en elke avond de heren te danken en te loven. Een taak die in 1 Kronieke 25 verder wordt uitgewerkt. Kortom, de levieten moeten zowel tijdens de dagelijkse offerdienst als tijdens de wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse feesten onafgebroken aanwezig zijn om de heren groot te maken. 1 Chroniek 24, vers 1 en 2 Ook de priesters, de nakomelingen van Aaron, waren onderverdeeld in twee groepen, die de namen droegen van de zonen van Aaron, Eleazar en Itamar. Nadab en Abihu waren ook zonen van Aaron, maar zij stierven eerder dan hun vader en hadden geen kinderen. Zo bleven alleen Eleazar en Itamar over voor de bediening van het priesterambt. De uiteenzetting over de priesters kan worden beschouwd als een uitwerking van 1 Kronieke 23 vers 13 waar de status van de priesters is omschreven. De zonen van Aaron worden genoemd, Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. De geschiedenis van Nadab en Abihu hebben we gelezen in Leviticus 10 en nummerie 3. Zij stierven in de woestijn en lieten geen nakomelingen na. Hierdoor oefenden alleen Eleazar en Itamar het priesterambt uit. 1 Chronieken 24, vers 3 en 4. Na overleg met Sadok en Achimelech, de leiders van respectievelijk de Eleazar-groep en de Itamar-groep, verdeelde David aan Aarons nakomelingen over talloze kleine groepen, al naar gelang het soort werk dat zij verrichten. Eleazar's nakomelingen werden onderverdeeld in zestien en Itamar's nakomelingen in acht groepen. Het bleek namelijk dat onder de nakomelingen van Eleazar meer groepshoofden waren dan onder de nakomelingen van Itamar. De beschrijving verplaatst zich vervolgens naar de tijd van David, die de nakomelingen van Aaron met het oog op hun taak in de tempeldienst verdeelt. De koning wordt hierin bijgestaan door representanten uit de twee groepen: Sadok uit de familie van Eleazar en Achimelech uit de familie van Itamar. Er wordt een telling gehouden waaruit blijkt dat de nakomelingen van Eleazar talrijker zijn dan die van Itamar. Ten gevolge hiervan wordt besloten zestien groepshoofden toe te kennen aan Eleazar en acht aan Itamar. Daarmee komt het totale aantal familiehoofden van de priesterfamilies op 24. 1 Chronieke 24, vers 5. Door middel van het lot werden de priesters bij de groepen ingedeeld, zodat niemand werd bevoordeeld. Want er bevonden zich heel wat beroemde mannen en hoogwaardigheidsbekleders van de tempel in elke groep. Loting houdt in dat de priesters door goddelijke verkiezing worden geselecteerd. Over het werpen van het lot met het doel tot een keuze te komen, hebben we gelezen in Numeri 26, vers 55. Hoe het werpen van het lot precies in zijn werk ging, is uit de archeologie niet bekend. Vermoedelijk maakte men gebruik van kleine steentjes of vergelijkbare voorwerpen, waarbij elk steentje een alternatief vertegenwoordigde. De uitkomst werd aanvaard als een uitspraak van God zelf. En was daarmee boven elke discussie verheven. Het Oude Testament geeft meerdere voorbeelden van situaties waarin de Heere inderdaad op deze manier openbaring gaf. In het Nieuwe Testament vinden we maar één voorbeeld van het werpen van het lot door de volgelingen van Jezus. Namelijk als er een vervanger voor Judas gezocht moet worden. Na de uitstorting van de Heilige Geest komen we deze manier van het zoeken naar Gods leiding in het Nieuwe Testament niet meer tegen. Verkiezing van personen door het lot... komt in 1 chronieke 23 tot en met 27 terug... bij de levieten, de zangers en de poortwachters. Vers 6 deelt mee dat Semaja... de zoon van de schrijver Netanel... een van de levieten, de eerder genoemde personen, inschrijft. Dit gebeurt ten overstaan van de koning, de leiders van Israël de priesters Sadok, Achimeleg, de zoon van Apjatar en de familiehoofden van de priesters en levieten. Bij de loting krijgt Eliazar twee keer zoveel als de familie van Itamar. Vervolgens vermeldt 1 Chronieke 24 24 namen van priesters. In een afsluitende zin wordt in vers 19 verklaard dat de aanstelling met het oog op de dienst in de tempel is. Opmerkelijk is dat David de voorschriften voor de dienst herleidt tot Aaron. Terwijl we de indruk krijgen dat hij die samen met Zadok en Achimelech vaststelt. Op andere plaatsen in chronieken wordt Mozes als wetgever aangeduid. In 1 kronieken 24 wordt over Aaron gesproken, vermoedelijk omdat hij de eerste hoge priester was. Ter afsluiting vinden we in de grondtekst de opmerking dat alles is gebeurd. In overeenstemming met het gebod van de Heere, de God van Israël. In aansluiting op het voorgaande gedeelte over de priesters, volgt in de versen 20 tot en met 31 een extra lijst met Levite. De lijst begint met de mededeling dat een overzicht wordt gegeven van de overige zonen van Levi. Het is opmerkelijk dat de zonen van Gersom in het overzicht ontbreken. In 1 Chronieken 24 ligt de nadruk op de loting en daarmee op de goddelijke verkiezing van de priesters en levieten. Het belang van de bijzondere oorsprong van de indeling van de priesters en levieten is begrijpelijk vanuit de optiek van het Bijbelboek Chronieken. In de periode na de ballingschap werd gebruik gemaakt van de indelingen die in de tijd van David waren vastgesteld. De opbouw van de groep priesters en levieten gaat niet terug op Mozes, de belangrijkste wetgever. We zien de rol van David, die in belangrijkheid overeenkomst vertoont met die van Mozes. In ieder geval hebben Mozes en David zich laten leiden door de instructies van de heren en hebben zij niet eigenmachtig gehandeld. Tegen de mensen in de tijd van Chronieken wordt hiermee gezegd dat de instellingen die zij meemaken door de heren zijn gewild en dat die ook geëerbiedigd moeten worden. Het respect hiervoor leidt ook tot het behoud van Gods aanwezigheid te midden van de Israëlieten. De organisatie van priesters en levieten is in het Nieuwe Testament nog aanwezig, maar daarna weggevallen. Vandaag mogen wij weten dat Christus de hoge priester is. En dat hij de rol van aardse priesters en levieten heeft overgenomen. 1 Chronieken 25, vers 1 en 2 David en de legerofficieren benoemden daarna talentvolle mannen die zorgden voor de muzikale begeleiding van de koorzang met citers, harpen en symbolen. Deze mannen kwamen uit de families van Asaf, Heman en Jedutten. Hier volgt een lijst met hun namen en taken. Onder Asaf, die op aanwijzing van de koning de dienst verrichtte... stonden zijn zonen Sakur, Jozef, Natanja en Azarela. Eerder in dit Bijbelboek staat het geslachtsregister van de Levitische zangers. In 1 Chronica 25 wordt aangegeven hoe David de zangers aanstelt voor de te bouwen tempel. Vers 1 begint met de mededeling dat David en de legerofficieren ten behoeve van de tempeldienst de zonen van Heman Asaf en Ethan afzonderen. Het is hun taak te profiteren bij het spel van siters, harpen en cymbalen. In de vertaling van het boek lezen we dat hun taak de muzikale begeleiding van de koorzang is. In de Hebreeuwse grondtekst staat die profiteerde bij het spel van siters, harpen en cymbalen. Daarmee is meer bedoeld dan alleen de muzikale begeleiding van de koorzang. Zeker het profeteren zal hier vooral moeten worden opgevat als het loven en prijzen van de Here en het daarmee onderwijzen van het volk. Ook kan het muziceren een bemiddelende rol spelen bij het komen van de Here tot zijn volk en mede daarom kan het als profeteren worden aangeduid. Soms gebeurde het ook dat een zanger een directe profetie uitsprak. In de tijd van Samuel en Saul was de relatie tussen profetie en lofprijzing met behulp van instrumenten al aanwijsbaar. En in 1 Kronike 25 wordt het door David ingesteld ten behoeve van de tempeldienst. In de volgende verse worden de aantallen en namen genoemd van degene die geschikt zijn voor deze dienst. Als eerste worden de nakomelingen van Asaf genoemd. Asaf is een nakomeling van Gersom. In de lijst van 1 Kronieke 6 staat hij op een tweede plaats naast Heman, terwijl hij aanvankelijk de belangrijkste was. Naast Asaf wordt Jedutum genoemd die leiding geeft bij het danken en prijzen van de heren. Jedutum heeft zes zonen. Daarna volgt Heeman, de geestelijke verzorger van de koning. De heer had hem gezegend met veertien zonen en drie dochters. Vers 6 geeft aan dat alle zonen van Asaf, Jedutten en Heman onder verantwoordelijkheid van hun vader staan met het oog op de zang in het huis van de heren. Zij muziceren met harpen, citers en cymbalen ten behoeve van de eredienst. 1 Kronieke 25 vers 7 en 8. Zij en hun gezinnen waren geoefend in het zingen van lofliederen voor de heren. Ieder van hen 288 in totaal was een kunstenaar. De zangers kregen hun taak door het lot toegewezen, waarbij niet werd gelet op rang of stand. Het aantal is begrijpelijk in het licht van het feit dat er 24 groepen zangers zijn. Het twaalfvoudige van 24 levert het getal 288 op, waarmee wordt geduid op de in 1 Chronique 24 vers 9 tot en met 31 genoemde groepen. Vervolgens lezen we in vers 8 dat het lot wordt geworpen voor de vaste roosters. Bij de loting wordt iedereen betrokken, jong en oud, ervaren en onervaren. De volgorde van de namen wijkt af van die in vers 2 tot en met 4. Dit houdt verband met het feit dat de eerste lijst gerangschikt is naar de vaders en naar de volgorde van geboorte. Terwijl de tweede lijst is gerangschikt naar de volgorde van loting. Elk van de 24 groepen krijgt de beschikking over 12 zonen en broers. Het principe van loting wordt hier niet genoemd. Maar het is wel duidelijk dat Asaf de eerste keuze krijgt, Jedutten de tweede en dat Heman vooral aan het eind verschijnt. Onder de eerste zes namen zijn er drie uit Asaf's familie. Twee uit de familie van Jedutten en één uit die van Heeman. Vervolgens wordt er respectievelijk één van Asafs, één van Jeduttens en één van Heemans familie getrokken. De volgende zes lotingen zijn respectievelijk voor Jedutten en Heeman. En de resterende negen loten komen toe aan Heeman. Zo werden allen door het lot verdeeld in 24 groepen. Praktisch gezien betekende dit dat ieder van hen twee weken per jaar dienst had in de tempel. Daarna gingen ze weer terug naar de stad waar ze vandaan kwamen en hadden ze dienst in hun eigen steden. Priesters en Levieten dienden ook als onderwijzers en op nog veel andere manieren in hun eigen omgeving. In de beschrijving van de zangers valt op dat hun bezigheid als profeteren wordt opgevat. De Heer is met zijn geest aanwezig in de lofprijzing en aanbidding die gelovigen hem door middel van zang en muziek brengen. Hoewel de vorm van de tempelzang door ons niet hoeft te worden overgenomen, komt hier wel het belang van zang en muziek naar voren als middel tot verootmoediging en overgave en ook tot verheerlijking van de Heer. David verlangt naar een type aanbidding. Dat in overeenstemming is met de majesteit van de Heere en de glorie van Zijn huis, de tempel. Daarbij worden allerlei instrumenten gebruikt, die ook bekend zijn bij andere volken. In de cultuur van die tijd gaf David de mogelijkheden en grenzen aan van de eredienst. De Nieuw-Testamentische gemeente heeft dat in de loop van de geschiedenis ook tot uiting gebracht. En gaat er zoekend en tastend mee door. Niet alleen worden de priesters en levieten georganiseerd, maar er zijn ook nog andere taken. 1 Kronieken 26, vers 1. De tempelwachters kwamen onder meer uit het geslacht van Korach. Hoofd van de wacht was Meselemja, de zoon van Korei uit de familie van Asaf. Na de uiteenzetting over de zangers gaat de schrijver van kronieken in. Op de afdelingen van poortwachters, die ook behoren tot de stam van Levi. In 1 Koniek 23, vers 5 is al vermeld dat David 4000 poortwachters aanstelt. De taak van deze functionarissen was het afsluiten en openen van de poorten van het heilige en het heilige der heiligen, de allerheiligste ruimten. Ook behoorden zij mensen die onrein en daarmee ongeschikt voor de offerdienst waren tegen te houden. Ze hadden een verantwoordelijkheid in het bewaken van de tempelschatten, die soms van immense omvang waren. Vanzelfsprekend moesten deze Levieten ook over een aantal militaire kwaliteiten beschikken. Men zou de poortwachters als een soort politie voor en rond de tempeldienst kunnen beschouwen. Eerst worden de poortwachters uit de familie van de Koragieten genoemd. In de versen 4 tot en met 8 gaat de schrijver in. Op Obed Edom. Obed Edom is eerder ter sprake geweest als degene bij wie de Ark van het Verbond een tijdelijk onderdak vond. Zijn zonen worden in rangorde gepresenteerd. Ter afsluiting van dit eerste familieregister merkt de schrijver van chronieken op dat God Obed Edom heeft gezegend. Vers 12 geeft aan deze afdelingen van de tempelwachters en hun leiders. Hadden de zorg voor de bewaking van de tempel. 1 Chronieke 26, vers 13. Het lot bepaalde bij welke van de talloze tempelingangen zij wacht moesten houden, waarbij niet werd gelet op de familie waaruit zij kwamen. Vanaf vers 14 tot en met 19 volgt er een lijst van verantwoordelijken en taken. Iedere poort werd door wachters in de gaten gehouden. 1 Chronieke 26, vers 20. Andere levieten kregen de zorg voor de geschenken die aan de Heeren werden gegeven en in de schatkamers van het huis van God werden bewaard. De schatbewaarders waren verantwoordelijk voor de geschenken, maar ook voor de voorraad gewijde voorwerpen. 1 Konieke 26, vers 26 tot en met 28. Zelomit en zijn broers hadden de zorg voor de geschenken die koning David en de andere leiders van het volk zoals familiehoofden en legerofficieren, de heren gaven. Want deze mannen schonken hun oorlogsbuit om te helpen voorzien in de vaste kosten van de tempel. Selomit en zijn broers waren eveneens verantwoordelijk voor de geschenken die de profeet Samuel, Saul, de zoon van Kis, Abner, de zoon van Ner, Joab, de zoon van Seruja en alle andere hoogwaardigheidsbekleders aan de heren hadden gewijd. In de manier waarop de Israëlieten omgingen met hun oorlogsbuit ligt een les voor moderne gelovigen. Een belangrijk deel ervan werd gewijd aan de Here en aan het werk voor de toekomstige tempel. Hiermee wordt aangegeven dat de overwinning door de Here is gegeven. Daarin ligt het besef dat alle zegen van God afkomstig is en dat ook wij daarom een deel aan hem mogen teruggeven. In vers 29 lezen we dat er ook ambtenaren en rechters worden aangesteld. Ook daar werden levieten voor aangesteld. Zij moesten op vele manieren in officiële functies dienen. David is onder koning onder de heren en legt grote nadruk op een weer terugbrengen onder bestuur van de heren. 1 Kronieken 27 vers 1. Het Israëlitische leger was verdeeld in twaalf regimenten van elk 24.000 man. Daarbij waren de officieren en de administratieve staf inbegrepen. Gedurende één maand per jaar werd elk onderdeel voor actieve dienst opgeroepen. Hier volgt een lijst van de regimenten en hun commandanten. Door de volgorde van beschrijving en de aantallen zien we. Net als in de familieregisters van de hoofdstukken 2 tot en met 8 het geval is, dat de stam van Levi een centrale plaats inneemt. Het totale aantal van de legermacht van Israël bedraagt 288.000 man, wat een indruk geeft van de immense omvang en macht van het rijk van David en Salomo. Na de inleidende zinnen volgt de vermelding van de verschillende afdelingen van 24.000 man. Die maandelijks dienst doen. De opsomming begint met de eerste maand en eindigt met de twaalfde maand en vermeldt de commandanten en regimenten of afdelingen. De schrijver geeft indirect aan dat de legermacht van Israël is samengesteld naar het voorbeeld van de levieten. 1 Chroniek 27, vers 16 begint met. Aan het hoofd van de stammen van Israël stonden in die tijd de volgende mensen. Daarna volgt er een lijst met namen van de twaalf stamhoofden. De lijst is opgebouwd volgens de moeders van de zonen van Jacob. In de lijst onderstreept David het grote belang van de priesterfamilie. 1 Chronieken 27, vers 23. Toen David zijn volkstelling hield, rekende hij de mannen van twintig jaar en jonger niet mee. Want de Heere had beloofd dat zijn volk zo talrijk zou worden. Als de sterren aan de hemel. De reden waarom deze zin juist hier staat, is dat het de taak van de stamhoofden is om het volk te tellen. Het overslaan van de jonge Israëlieten wordt hier in verband gebracht met het feit dat de Heer de belofte heeft gedaan dat hij het volk Israël even talrijk zou maken als de sterren aan de hemel. Het is een verwijzing naar de belofte van Abraham, die nu in de tijd van David is vervuld. 1 Chroniek 28, vers 1. David riep al zijn bewindslieden naar Jeruzalem. De bestuurlijke leiders, de stamhoofden, de commandanten van de twaalf regimenten, de andere legerofficieren, de mannen die de verantwoording hadden voor zijn eigendommen en veestapel, zijn raadslieden en alle andere mannen die een belangrijke functie vervulden in zijn koninkrijk. Na het lange gedeelte over de aanstelling van priesters, levieten en andere beambten, volgt nu Davids laatste toespraak. De koning laat de leidinggevende van Israël bijeenroepen in Jeruzalem. De groep mannen bestaat uit aanvoerders van de stammen, aanvoerders van de afdelingen die de koning dienen, militaire leiders, de opzichters over het vee en de bezittingen van de koning en zijn zonen, de hofdienaren en de helden. Kortom, alle aanzienlijke personen. Wanneer iedereen bij elkaar is, staat David op en neemt het woord. Opvallend is hier de vitaliteit van David. Een kenmerk dat overeenkomst vertoont met Mozes, die ook tot het einde vitaal bleef. 1 Koninken 28, vers 2 tot en met 3. Hij stond op, ging voor hen staan en zei: Mijn broeders en mijn volk. Ik wilde graag een huis bouwen waarin de Ark van het Verbond van de Heer een vaste plaats zou hebben, een plaats waar onze God kan verblijven. Ik heb nu al het nodige materiaal voor de bouw bijeengebracht. Maar God heeft tegen mij gezegd: U mag geen huis ter ere van mij bouwen, want u bent een strijder en hebt te veel bloed vergoten. 1 konieken 28, vers 5 en 6. En uit al mijn zonen. De Heer heeft mij veel kinderen gegeven. Heeft hij Salomo gekozen als mijn opvolger? Hij zal zitten op de troon van Israël, het koninkrijk van de Heer. Hij zei tegen mij: Uw zoon Salomo mag mijn huis bouwen. Want ik heb hem als mijn zoon uitgekozen. En ik zal zijn vader zijn. 1 Chroniek 28, vers 11. Daarna gaf David Salomo de bouwtekeningen van de tempel. En alle vertrekken, de schatkamers, de bovenkamers, de binnenkamers en het heiligdom voor het verzoendeksel. Na de eerste opdrachten aan Salomo draagt David het van God ontvangen ontwerp van de tempel over aan zijn zoon. Het hier gebruikte woord voor bouwplan wordt ook gebruikt voor de opdracht aan Mozes in zaken de bouw van de tabernakel. We hoeven hierbij niet per se te denken aan een soort platte grond. Maar gezien het verband aan een nauwkeurige beschrijving van het werk. Hierbij hoort alle informatie over de constructie, de uitvoering en de regeling van de werkzaamheden. In de volgende uitzending lezen we meer in 1 Konieken 28 en 29. Geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-4784. 3, ook kunt u een e-mail sturen naar door at transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdenkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.